Hey, van harte welkom bij de nieuwe Eleven Insiders van deze week met uh, Maxime de Kuiper van Westerlo. Beetje van Club Bruggen ook, moeten we zeggen. Mag, hè? Mag. Mag, hè? Moet misschien. <laughs> en uh, Gilles de Walen van de Rouges, maar van uh, zoveel meer hè, in het verleden. Welkom, Gilles. Ja, dank u wel. Uh, twee West-Vlamingen. Dan hoop ik af en toe toch eens een beetje een mondje West-Vlaams uh, te horen te krijgen, want ik heb altijd, ben altijd opgegroeid met West-Vlamingen, gestudeerd. En die mannen, als je dan... Uh, pinte drinkt, zeg maar, dan beginnen die hele rare vervoegingen op je af te vuren. Van joi, joink, nink, nenk En hoe zit dat nu exact? Oh ja, er zijn verschillende vervoegingen, hè. Van um, bijvoorbeeld de ik-vorm is ja. Jok. En de hun-vorm is Jos. En uh, de onze-vorm is Joom. Ja. Dus je uh, kunt er van alles van, maar... wel als iemand West-Slaams imiteert, wat nooit goed lukt natuurlijk, was Wat is de grootste stommiteit dat ze dan uh, kunnen zeggen... De zondige tegen die vervoering. Wat ik moeilijk meen, is dat door de, de G van Brugge... De G en Dat trekt ja. of niet, zeggen. Nee. Nee? nee? Hoe zeg je? Ah, ik heb trouwens... Er is een, een groep... Uh, oh, van de Luc, hoe heet hem ook alweer? en Die hadden een liedje, dat is ooit in een talkshow ook, uh, gebracht, in het laatste show toen. Hé, uh, hij. Hey, uh, hey. <laughs> Jij hebt geen ge geheugen, jij. Ja, ken je dat? Ja, geheugen. Jij ja. kent dat liedje. Maar ik ken dat liedje niet, maar ik versta wat dat je zegt. Top. Ja, ja. Ja. Goed, uh, mannen. Gisteren Champions League. Uh, gisteren ook gekeken. Zeker en vast. Was erbij gebleven. Ja, Laten we denk, beginnen met de club natuurlijk. Euh, ja, inderdaad. We zijn al beginnen met de club. Dat was, um, ja, ik denk, geschiedenis geschreven. Um, hoe dat is, uh, ja, Eigenlijk Porto M weggespeeld. Zeker de 2 1 Ja, Alleen maar chapeau. We konden niks meer aan toevoegen. Het was ook gewoon verdiend dat ze, dat ze de drie punten meeneemden. Echt, echt heel sterk. En niet zie aankomen. Jij ook niet, denk ik. Nee, ja. Ik, ik dacht, een punt, een punt op verplaatsing in de Champions League is, is goed als je thuis je wedstrijd, je wedstrijd kunt winnen. Maar als je, als je daar ook drie punten neemt, ja, dan heb je eigenlijk een extra bonus om nu... De twee matchen tegen Atletico te starten. Ja. Gooi jij dan nog dingen kapot, uit plezier, pret, uh, dak eraf? Uh, wat doe jij dan? Nee, nee ik bleef vooruit in dat de match kijken. Uh. Dat kan toch niet? Toch een beetje, nee, ja, nee, oprecht. Uh, ik geniet er gewoon van dat, dat ze het gewoon zo goed doen. en uh, Dat, dat doet gewoon deugd om, om die match te zien. En, ja. en de jongens hunnen dat gewoon, die je uh, nog goed kent. Dus. Deed jij een kareltje naar de doelpunten? <laughs> ik was misschien blijer dan hem. <laughs> ja. nee nee ik, ik, ik ben daar heel rustig onder ja. ik, ik heb gewoon die match gezien uh, in mijn zetel dus. ik snap het eigenlijk wel volledig hè, want karl hoeft nog niet zo lang hoofdtrainer en mm -hmm. dan ja dat is dubbel hè moet op je knieën gaan glijden uh, moet moeten uitzinnig van vreugde zijn voor leuven was er uh, twijfel mm -hmm. heel veel twijfel intern ging vaak uh, ver dus ergens snap ik hem ook wel. Van hij laat nu zien, van kijk mannen, ik heb toch een duidelijke goede visie, punten halen we in de competitie en in Europa. Snap jij hem? Ja, ik denk dat dat gewoon de manier waarop is dat hij, dat hij wil aanzien worden. Ik denk dat Mourinho bijvoorbeeld, toen hij in zijn beginjaren bij Porto trainer was, dat dat een heel andere stijl was. En ik vind dat ook wel iets hebben, maar ja, hij staat er als een gentleman en dat vind ik wel goed, hij komt goed over zo op die manier. Ja, het is nog een beetje zoeken, dat is normaal. Hè? Ja, ja. Ik denk eh, gewoon die overwinning op Leuven, dat die meer moest. Nu eh, op Porto hoeven ze niet te winnen ja. um, en dat misschien daarom mentaal de overwinning op Leuven gewoon belangrijker en dat dat gewoon meer deugd deed. Ik, ik denk, denk dat, dat daar uh, ook wel mee te maken. Ik Denk gewoon dat er veel spelers nog met een met een hoofdbeen transfer zaten in die periode. Dus voor de match van wel. Leuven. Um, ja, dat speelt altijd mee. De Ketlaren weg of niet weg, dat was toen nog allemaal wel onduidelijk. Noah, die toen nog... Ja, ja die, dan, die dan zegt van ja, ik speel liever niet en dan, dan de match nadien komt hij in en dan blesseert hij zichzelf toch. Dus je ziet, er ja. kan altijd iets gebeuren en veel spelers ja. zijn daarmee bezig. Dus het is goed dat de transfer, transferperiode gedaan is en dat iedereen zich kan focussen op zijn club waar hij nu zit. Zo, Noah Lang, stel dat hij in jouw zone komt, is dat zo'n speler waar je gek van wordt als verdediger? Um, eerlijk gezegd niet, um, omdat nog wel lang heeft een bepaalde spelstijl die, die je weet wat hij ook al gaat doen. Het is natuurlijk een supergoeie speler die, die heel veel kwaliteiten heeft, maar het is niet iemand die, die blijft gaan zoals dat Vinicius dan doet bij Real Madrid bijvoorbeeld. Daar ook echt uh, absoluut niet graag tegen spelen. Uh, de match zelf tegen Real Madrid natuurlijk wel, maar tegen uh, Vinicius dan één tegen. Omwille van het volume bedoel je? Ja, die blijft ook gaan. Die blijft één tegen één zoeken. Die blijft, uh, ja, die kan naar binnen komen, die kan langs buiten gaan. Die is technisch ook zo sterk, dus het is moeilijk om één tegen één te verdedigen tegen zo'n ja. speler. Maar klappen ze uit de biecht, uh, eerste klasse. Nou, je denkt een deer, maar liever niet. Um, <laughs> je hebt wel enkele goede spelers op die positie. Ik denk als Bak zijn, links of rechts, dat je altijd wel tegen de sterkste, de meest technische en snelle speler ja. komt. Noem noemt er zijn, een, kom. Trezor bijvoorbeeld. Ah, ja. uh, dat is een hele goede speler. Die, stond, die kan ook op de 10 spelen, maar die staat ook op, uh, op de 11. En dan, dan stond hij tegen mij die wedstrijd. Dat is een speler waar wel, uh, ja, ja. die moet je goed moet bekijken en analyseren op voorhand, voordat ja. je die match aanvangt. Ik denk um. zeker ook aan Péncil. Gewoon de twee flanken van Henk en het halvemeen zijn... hè, Die uh, doen wij soms ook een beetje denken aan nou, Vinicius. Niet qua speelstijl, maar die blijft ook iedere ja. keer de één op één. Ja. En daar zit eigenlijk ook gewoon nooit mee klaar. Lapoustaine um. ook voorbeeld, dat is ook zo iemand. Ja. Dat is iemand die... die, ja, die heeft ook Slangeman. Vlugmen. Slangeman, ja. Soleimani. Ja. Ik heb er zelf mee gespeeld. Ook, dus, hè. En, en voorkeur, allee, ja, natuurlijk, ze doen wat ze willen, de mannen, maar uh, iemand die naar binnen komt meer, iemand die buitenom gaat, wat vind je het moeilijkste? Uh, het moeilijkste is iemand die eigenlijk ja, langs beide kanten gaat, die je niet kan voorspellen. Uh, maar natuurlijk, ik heb zelf het liefst als ze langs buiten gaan, omdat ze dan op mijn rechterbeen komen, dan kan ik daar ook, dan dwingen ze naar buiten, want als ze ja. naar binnen komen, zoals bijvoorbeeld een Koita, dat is ook een speler die heel moeilijk te verdedigen is, ja. die komt naar binnen en je weet uiteindelijk dat hij dat wel gaat doen. Maar die heeft ook zo'n goede trap, geef hem 1 meter dus, uh, en ja, als die bal vertrekt kan hij alle, alle ballen blokken. Hè. Je kan, ja. uh... ik, vind, uh, ik vind het meest ambiënt als er een speler speler tennis staat, eigenlijk, allez, voor mij dan op de rechterkant die linksvoet is. Ja. Dat is voor mij het uh, moeilijkste om te verdelen, omdat ze eigenlijk, ja, als ze naar binnen komen zitten ze direct op een op goede voet. Mm. Ja. Dus, uh, dat is het moeilijkste vind ik. Hij is nog jong natuurlijk, maar hij lijkt echt niet onder de indruk van niemand eigenlijk, als je hem ziet voetballen. Nee. Van de beste mannen op het veld ja, uh, tegen legt. De laatste wedstrijd heb ik ook gezien. Dat was, uh, ah, een was heel sterk kwaliteit. Ja, maar hij is ook heel comfortabel aan de bal. En ja. Ja, je hebt gewoon goede voeten ook. Verdediging ben je sterk. Uh, de wedstrijd tegen ons ook. Je was heel goed toen. Dus, uh, ja, nee, ik heb dat toen ook vorig jaar al gezien. Uh, de... Toen ik in B wat volgde. En het jaar voordien bij Club Next ook. We hebben toen een keer met Kortrek een oefenmatch gespeeld ook tegen jullie. En toen Just. vond ik je ook echt al ja. klaar om bij ons te spelen toen in Kortrek. Dus uh, ja. Dat was wel, ja. was wel een avontuur toen het Club Next begon in 1B. Uh, in en met Iñas uh, van de Bremt. Uh, wie zat er nog allemaal bij? Keibus zat erbij. Uh, Ibe. Uh, Odor, die ja. nu... Uh... ja? Sandra, Sisse Sandra. zat erbij. Uh, ja, dat was de één week eens een puntje pakken, dan, dan een dikke Pandoering. Hoe zot was dat eigenlijk? Hoe ging Rick ja. de Milder mee om? drama, ja. Dat is, dat is niet oh, die eerste echt... match van jullie op RWDM. Ik, uh, ik heb toen nog niet meegedaan, nee. ik had toen nog mijn meniscus. Ja, ja. Uh, maar inderdaad, pff, iedere week daar uh, een bak slaag een dat was. Nou, Tejsje was, dat dat was, dat was echt niet meer leuk. Maar uiteindelijk wist je dat wel, had er de vruchten van plukken. Ja. Want zo'n daar leer je gewoon enorm van, het is gewoon volwassen voetbal. En in de belofte match nee, dat niet. Nee. Dus, uh, Nooit. Het, was, het is echt, echt altijd. Ik wil niet zeggen dat de kwaliteit soms hoger is, maar ze zijn gewoon veel slimmer, ze zijn veel tactischer, ze zijn sterker. Ja, ze... ervaring hè. Dat is oké okay, ja, inderdaad ervaring. De, de kleinste foutjes worden afgestraft, wat je bijvoorbeeld bij de Blof nog niet hebt. Ja, opeens kom daar... je professioneel voetbal en dan, dan gaat het om de centjes ook en voilà. ja, dan, dan worden alle trucjes boven gehaald om die wedstrijd toch... Ja, oh, ja, het, ja. ja dat is normaal hè? Hm. Zeg maar, Hofkes die, die was er toch ook ergens bij betrokken? Het was vooral Rick de Mil denk ik toen in de tijd en Karel... Ja. Wel, op dat die, op die moment, uh, het eerste jaar, um, was dat volgens mij toen Karel tussen eerste ploeg en beloften ja. stond. Dus voor de spelers die van de beloften door werden gestuurd naar de eerste ploeg, dat hij daar controle over had. En dat was uh, Rick De Mijl die toen T1 was bij de beloften. Um, maar nu is dat inderdaad al... Uh, ja. Serieus, pakje veranderd. Jij bent ook wel een pak eh, matuurder geworden. Hè? Want we hadden het er in de week nog eens over van speelvogel eh, vroeger. Werden ze soms gek van jou bij club, in de jeugd? Qua, qua stotenuitsteking denk ik niet. Maar, maar wel dat ze, dat ze soms zagen, er zit veel meer in, maar je doet er niks mee. En dat ze daarom misschien eh, ja, gefrustreerd waren op mij, dat, dat er gewoon veel meer in zat, maar dat ik het zelf nog niet zag. Um, dus ik denk dat ze daar wel een paar keer gevloekt hebben. Ja. Hij is blijkbaar wel ooit gedeeld door een expara. Ze <laughs> ja. hebt er een expara opgezet. Dat was uh, willen beloffen. Ik uh, kwam daartoe, mijn eerste jaartje. En uh, <laughs> ja, ik, ik speelde amper en als physical coach was Dirk Laleman. en die, die uh, dat is een expara. Uh, die uh, moet tussen de lijntjes lopen. En Max liep er niet altijd tussen. En uh, die heeft me ja, elke dag aangepakt onder de grond te stoten. Uh. Concreet, wat deed hij? Hoe ging dat? Wat? Gewoon jo, op een gegeven moment aanvallen. Ik zeg maar, voor, voor training zitten we allemaal op een matje, doen we als oefening. Dat hij zegt dat we, dat we moeten doen. En dan op een gegeven moment, als je als je ene keer het niet lang genoeg doet of iets te vroeger stopt dan dat hij het zelf vraagt, dan, dan zit hij er direct op. En ja, dat, dat gebeurde gewoon. Iets te vaak op die moment en uh, dan heb ik wel, uh, ja, eigenlijk wel een moeilijke periode gehad, mentaal vooral. Uh, maar dat maakt uiteindelijk wel tot wie dat ik ben nu. Ah, ja, ik. want je hebt dat verteld, op een bepaald moment ging het zo ver. Ja, ik ging, uh, ging ermee stoppen. Uh, Serieus? Ja, ik ging, uh, ik ging stoppen met voetbal. Allee, stoppen. Ik ging, ging professieel gaan spelen, wat met mijn maten. Uh, en ik had het volledig gehad, maar uh, ik had dan gelukkig wel steun gehad, vooral van thuis dan. Van mijn, van mijn jeugdtrainer in Bruggedans, Steen Klaes. die heeft me er serieus door toen. Dat wist ik echt niet. Dat Hoe dicht stond je erbij om echt te zeggen te bellen van mannen? Als, als het aan mij lag, was het gedaan, maar ik heb het toen nog gedaan, omdat mijn pa vooral en Steen zei van nee, je kunt echt niet stoppen. met zoveel in, je mocht dat niet doen. En dat was eigenlijk toen nog de reden waarom ik het deed. Ja. En pas pas jaren nadien, twee jaar later, begon ik me echt terug weer enorm te amuseren op het veld. En, ja. Ik ben heel blij dat ze dat zeggen. Bye. Was het ook een beetje koppigheid en rebellie? Van ik heb genoeg van die aanpak, ik ken mijn talent wel, maar dit wil ik niet? Of wat was het? Ja, natuurlijk, dat is ook dat jeugd. Dat, dat heeft er sowieso mee te maken. Hij um, dat, dat, ja. denkt dat hij het, dat het goed bezig is, maar uiteindelijk zit hij totaal niet goed bezig. En dat had er zeker mee te maken. Het ja. is toch straf als je nu ziet. Hè, uh, meneer Roberto Martinez in de tribune, we gaan allemaal nog niet te veel opblazen, want het moet allemaal nog gebeuren en you never know what's going to happen. Maar ja, het kan verkeren. Hè. Als je hem nu is... ziet voetballen. Tuurlijk. Hè. Het is een goede keuze geweest om verder te doen en, en ja. door te zetten. En dat denk ik ook wel dat dat jouw gemaakt heeft tot de speler dat je nu bent. Want anders ging uh, misschien nog altijd wel dat je jeugdje hebben. En, terwijl dat je nog heel ja. jong bent. Hè, maar nu heb je toch al die stappen gezet, dan ja. ben je klaar om. Om echt in die professionele voetbalwereld te zijn. Ja. Hebben jullie elkaar eigenlijk al? Het zit even ver in mijn hoofd. Hebben jullie elkaar al uh, tegen elkaar gespeeld? Nu, dit jaar nee, hebben we wel tegen elkaar ja. gespeeld. Ja, juist die 4-2. Ja, maar in, in dan, het verleden. Uh, een oefenmatch zoals ik al zei. Dan, ja. Maar voor de rest, eigenlijk niet. Want ja, je ik zat vorig jaar in problemen. 1B. En, ja, ja. 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 oké. Okay. Um, ik kan me niet voorstellen dat jij ooit dat dilemma hebt gehad. Van uh, ik stop mee. Want jij bent ook kopper voor, mentaliteit. Mm -hmm. Uh, maar, drie longen. Ja, maar ik heb nooit dat dilemma inderdaad gehad om, om ermee te stoppen. Absoluut niet. Maar ik heb ook wel moeilijke periodes gehad. Uh, toen ja. ik in mijn het eerste jaar in de eerste ploeg kwam bij Cirkelbrugge. Een keer mogen invallen, maar dan ook weer een heel lange tijd niets mogen, uh, mogen spelen. En dan, dan ben je wel wat ongeduldig. Maar om, achteraf bekeken was ik ook gewoon nog niet klaar om, om echt al matchen te starten. En zo. En, dat is geen schande om dat te zeggen. Als je 16, 17 jaar nee. bent om in eerste klasse te spelen, moet je toch wel... Maar dat is de oertijd hè, waar je nu over spreekt. Dat is gewoon keilang lang geleden al. 2013. Wie, wie was de grootste, en ik bedoel, ik bedoel dat met heel veel respect, want klootzak in het voetbal is soms ook een positief iets, dat moet je soms hebben. Wie was de grootste in die groep van routiniers waar jij in viel? Helemaal in het begin. Arnar Vidarsson. Ja. Want Aan welk moment denk je terug? De jonge, de tegenover Vidarsson. Kleedkamerveld. hoe ging dat? Vidarsson was iemand die wel heel goed omging met de jeugdspelers. Met de, met de spelers die dan van de belofte kwamen naar de eerste ploeg. Maar ja. er waren ook anderen. Uh, Hans Cornelis, Stef Wils, uh, Tim Smulders. Dus Dat waren echt allemaal al door winter de profs eigenlijk, waar ik ja, ja. in terecht kwam. Dat was ook goed voor mij. Maar ik merkte wel bij bepaalde oefeningen zoals een rondo Als ik Stef Wils dan een keer door de benen speelde, ja, dan kreeg ik daar wel direct na een tackle. Dat ik het zeker geen twee keer zou doen. Ja. en dan, dan maakten sommige ploegleden me ook zot van uh, er was een penalty uh, ja, gewoon een training op penalties en dan zeiden ze ja, probeer een Panenka met Bram Verbiest. maar Bram verbist want die werd helemaal wild ik trap hem in ja binnen, die kiest de hoek ik trap een Panenka die pakt die bal die loopt achter me totdat die maar dat zijn dingen ja dat moet je accepteren dat Bram moet, ja de Bram verbist uh, dus ja, dat was, dat, dat was een mooie tijd. Maar dan is Wieders dan ook nog later mijn trainer geworden. Ja. Die was dan op een gegeven moment speler-hulptrainer. En dan is hij hoofdtrainer geworden. En dan is ook de, dat is eigenlijk de trainer geweest die mij echt gezet heeft. Vanaf het moment dat hij trainer was, heeft hij me gewoon gezet op standaard. En vanaf dan ben ik er niet meer uitgegaan. Nee. Wat is het ergste dat jullie ooit gehad hebben? Zoals uh, een, een routinier die de jong gasten test, de kleedkamer even uitdaagt. Dit is, Bram, dat is bijna spelenderwijs. Soms is het ook ja, mentaal wel te werken. Ja, het was, meenis, het was meenis, ja. Ja, ja. De keepers kunnen daar moeilijk mee om. Ik heb dat al gemerkt, maar nu doe ik dat. Nu durven ze niet meer achter me zitten. Maar ja. Toen, ja, als je 16, 17 jaar bent, ja, moet je ja. gewoon accepteren. En ja, Dat maakt de, de oudere spelers ook zot, omdat ze wisten wat er ging komen. Ja. Anderzijds natuurlijk, een jonge gast die komt, uh, die kan de plek afpakken van, van soms iemand die op de retour is. Um, die mentale spelletjes ooit, ooit meegemaakt? De jongeren die dan zo toch wel een beetje niet weggepest. Maar... Nee, eerlijk, daar heb ik nooit meegemaakt. Nee. Ik heb nooit meegemaakt dat, er, dat ik te had dat ik er niet bij hoorde. Of dat ze... Natuurlijk, je kan niet over dezelfde dingen spreken in de groep. Nee. Met, een, met, een, met iemand die 20 of 15 jaar ouder is. Allee, dat is gewoon onmogelijk. Nee. Ja, Mensen staan helemaal anders in het leven. Ze hebben al kinderen en zo. En je was, bent nog een kind. Dus. Oh, was de Lorry toen geen coach? Ja. ja. Lorenz alles. En die ploeg was, oh, ik denk Tim Smallers ook nog. Die zat Wie staat er nog allemaal bij? Junior Cabananga. Oh, uh, ja, ja. Uh, Oh, de Mathieu. Die kwam ook toen uh, piepen. Mathieu, Mathieu is een half jaar later in de eerste ploeg gekomen ja. en dan heeft hij inderdaad er ook altijd bij geweest. En... Zag je dat toen? Wat hij nu doet? Maar ik heb met Mathieu altijd in de jeugd gespeeld ook. Hè. Dus jij... Hij zat een jaar hoger, want hij is een jaar ouder dan mij. En dan, dan mocht ik af en toe meedoen met de jaar hoger en dan zag ik ook van ja. Dat is wel iemand die kan voetballen. Hey, hij heeft... Zat Lucas uh, toen ook? Nee, Lucas is een stuk ouder. Of Lucas is vijf jaar ouder dan ja. ik dus. ja. Maar ik heb wel Lucas... Allez, ik heb hem zien, zien doorbreken eigenlijk. in de eerste ploeg terwijl ik in de jeugd zat. Ja. En dat is ook de reden geweest eigenlijk omdat er dus zoveel jeugdspelers doorbraken ja. Ja. dat ik bleef bij Cerkel. Ja. Ja. Want ik had de kans om naar bepaalde andere ploegen te gaan. Dat Allee, standaard... dat is toch verjaagd. Waar kon je ja. toen naartoe? Standaard, standaard in de jeugd. Ja. Ja. Ik ja. ben er een paar jaar later wel er ook terecht gekomen, maar... Ja, standaard. Brugge. Uh... Ja, Gent. Buitenland? Nee, nee, nee. En nee. in de, in, in de jeugd? Ja, dat kan soms al. Hè. Die trend ja. is later gekomen. Ik zat in Nationale Ploeg en zo. ik zag ook veel spelers van mijn nationale ploeg toen het buitenland vertrekken. Maar ja. nee, ik heb zelf nooit een aanbieding gehad om dat buitenland te gaan spelen. Later wel, nu we het toch over hebben. Heb je ooit al een buitenlandse aanbieding gehad? Ja, ik heb er al wel wat gehad. Van ja. welke club? Ja, goed. Ja. <laughs> van van uh, een Duitse tweede klasser uh, dat, dat is Ja, je uh, weet dat, dat er nog kan gebeuren. Je ja. zit ja. iedere weekend vol met derde ja, dus man. Uh... ik weet het, hey, Absoluut, ja. zeg. Jij zei net, uh, Mathieu Maart is de naam, uh, die heeft sterk overwogen hè? Die in de Mercato. Was Klubergen een optie? Ja. Uh, zat in zijn hoofd al, was hij al wel mee bezig. Uh, Verrast jullie dat? Had dat, was dat een goede match uh, geweest? Meen je niet. Huh? Dat dat verrast verrast ook, ja. nee, de club heeft uiteraard dat soort spelers op de radar, maar de concurrentie is natuurlijk gigantisch. Ja, maar dat was ook in de periode dat uh, Van Aken wel of niet ja. naar West Ham ging. Ze waren sowieso al bezig met mijn vervanger. Ja. En ik denk, type Van Aken kunnen we wel een beetje terugvinden in, in Maartens. Want zijn ja. infiltraties zijn goed. Uh, ik kan enorm goed een bal bij ons, vind ik ook. En, en ik denk wel, als hij een paar matchen in Brugge zo meespelen, dat hij echt wel. Dat je echt zo meedraaien. Een top het niveau? Ik denk dat wel, Geen twijfel over? Nee. En ook gewoon... Mathieu gaat altijd zo gootjes maken. Je ziet nu ook bij Leuven. Ja. Dat is iemand die altijd een goede positie kiest, die, die slim infiltreert. En, ja, en Brug heeft ook natuurlijk een heel druk programma. Dus hij zou altijd wel zijn kansen krijgen om, om zijn minuten te maken. En, ja, moest ik van hem geweest zijn, moest ik die kans effectief gehad hebben. En, dat zou ik ook niet getwijfeld hebben. Ja, dat is ook wezen. financieel ook, natuurlijk. Hè. Ja, dat natuurlijk. speelt toch ook mee? Bij jou misschien nu nog iets minder carrièregericht. Dat moet voor jou toch ook meespelen? Tuurlijk. want in nu. jaar heb Je nu vier keer je loon van bij de vorige club, dus... Ja, ja je bent goed geïnformeerd. spreken, maar... Maar in, in hoeverre speelt dat mee in jouw keuzes? De um, baksteen in de maag, toekomst? Niet, dat heeft lang dat heeft niet meegespeeld tot ja, de periode vorig jaar, twee jaar geleden, vanaf die leeftijd, vier, 25. Dat begint er natuurlijk wel mee te spelen. Want ja. uiteindelijk het is het belangrijk om een mooie carrière te hebben. Maar wat je achteraf overhoudt zijn de, zijn de ja. centjes ook. En de ervaring ook. Maar ja. ik zou, moest ook echt een bepaalde keuze hebben tussen Saudi-Arabië en iets minder gaan verdienen in Europa. Dan kies ik nu nog altijd Europa. Maar als ja. ik dertig ben, ga ik misschien ja. anders spreken. Hè? Maar Zo. jullie hebben toch al een paar fermettes of appartementjes aan, aan het zeetje uh, neergezet, of niet? Investering? Ja, ik goed heb al een appartement aan de kust. En Ik heb ook toen een, een huis gekocht in Roeselaar, omdat ik daar dan dicht bij Kortrijk. Ja. Eh, dus ja, we moeten goed investeren in de tuin van, van vandaag. is belangrijk om. Zeker. Ja, ja absoluut. Zij, ja, ik vraag me eigenlijk af van: zijn jullie er ook een beetje mee bezig? Want het land, het land staat in brand, hè? moeten we minder lang douchen. Is dit, is dat? Gas, Vierlijk. elektriciteit, onwaarschijnlijk. Hè? Natuurlijk, ja. Horeca. Sowieso zijn we daarmee bezig. Ik, ik hoor die maand rekening maar allemaal vier of zo. Ja, je ja, moet daar ook mee bezig zijn, vind ik. Uh, het is niet omdat we een mooi loon hebben dat we daar blind voor moeten zijn. Ja, dat is geld... ook familie die ermee geconfronteerd worden. Hè? Ja, op, ja, zeker. En uh, Mijn ouders zijn ook zelfstandig. Uh, mijn papa werkt ook voor de horeca. Die verkoopt uh, onderhoudsproducten en papierwaarden ja. voor de horeca aan de kust. En die ziet ook wel bij klanten dat er veel mensen sluiten omdat het gewoon niet meer haalbaar is. Dus ja, de tijd van vandaag. Ja. We weten waar we terechtkomen. Hè. Het zal wel zijn. Uh, Nicolas op Twitter die vroeg: uh, na Brandon Mechelen, na Uitleenbeurt, uh, door de grote poort, terug ooit naar club? vraagteken. Dat is een vraag die krijg je elke dag krijgt. Ik, nou, ik geloof dat je moet daar niet concreet op te antwoorden. Maar... Filosofeer er eens over. Uh, ja, dat uh, is eigenlijk het ideale scenario, want zo heeft de club en ik het voor ogen. Natuurlijk weet hij gewoon nooit wat er na dit seizoen gebeurt of wat er komt of wat dan ook. Maar inderdaad, ja, dat is, dat is eh, op dit moment het ideale scenario om, om na nu twee uitleenbeurten eh, volledig te kunnen door, doorbreken bij, eh, bij Club ja. ja, Maar als jij zo blijft presteren als nu, dan kom je natuurlijk ook op de radar van, uh, van teams uh, van hetzelfde niveau als Club. Misschien nog wel hoger. Dus dat. Ja, dat, eh, dat zou goed kunnen. Dat, uh, allez, als ik zo blijf verder doen, dan dat kan dat zeker. Want ja. Zeker uh, een jonge gast en uh, een bel linksachter, dat, dat zijn profielen die, die redelijk zeldzaam zijn. En dan is dat ook een beetje normaal dat dan er zo'n ploeg komt aankloppen. Ja. Maar stel dat dat gebeurt, uh, dan pakken we zeker ons tijd om, om gewoon weer de juiste beslissing te nemen. Als we even mogen dromen, jij bent zijn manager. Waar is een mooie competitie waar hij ooit... Uh, niet volgend jaar ooit zal belanden. Ik denk dan ook aan Duitsland um, en Italië. Ik vind, Italië spreekt me wel aan als land. Dus, Het uh, is heel tactisch. Ik heb dat van veel spelers gehoord. Maar ik denk als verdediger dat dat altijd de voordeel is om daar een keer een periode gespeeld te hebben. Al is je maar een seizoen. Om daar gewoon dat tactische mee te hebben. En, uh, ja. Ik zie dat bij veel spelers die in Italië gespeeld ja. hebben, dat zij wel op een andere manier denken over voetbal. Ja, Klopt dat? Waar jullie als jullie serie A kijken, waar Raja zei in het begin, toen hij terugkwam, hij zei van uh, Hots knots hier in de omschakeling van de ene naar en de andere. En in Italië toch een, 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 ja, een, een spelbeeld dat langer duurt in een wedstrijd. Dat vond hij het verschil? Ja, en in België is het niveau fysiek dan heel hoog. In ja. vergelijking met de ja, Premier League is natuurlijk ook in Duitsland. Maar dan België zit daar niet ver achter. Ik denk qua meters, dat België in de top drie staat. Dus ja, het is een competitie waar er heel veel omgeschakeld wordt, waar er enorm veel high-intensity meters worden gelopen. Dus, ja, in Italië is het allemaal wat beredeneerder. En, en, ja. Ja, Daar zal het iets meer beslist worden met, met gewoon pure klasse, denk ik, van ja. de spelers zelf. Of een stilstaande fase. Ja, inderdaad. Zeg Duitsland, Italië nog andere landen voorkeur. Ik zie Gilles wel in Duitsland spelen, omdat dat ook competitie is, die, denk ik denk dat hij wel echt. Ja, ja, ik heb dat al van veel mensen gehoord. Uh, maar ik sta eigenlijk open voor veel. Championship vind ik ook super mooi. Dus uh, ja. Ja, Premier League is natuurlijk een hele grote droom. Voor u is dat ook zeker nog mogelijk? Voor mij, eh, voor mij is het La Liga. La Liga? Eh, ja, ja Tigers onder Dat is ook heel raar spelen. ik denk dat dat ook misschien best qua profiel bij mij past. Ja. Voor mij is daar wat te warm dat is. <laughs> ik ken, dat niet raad, zo, ik. Ik ken niet graag die warmte dus. Maar ja. Uh, La Liga, ja, dan als je na een wedstrijd Dan kan je niet slapen. Een Avondwedstrijd, voetballer, dan lig je wakker. Ja, het jij dan... is daarom dat we naar daar gaan. Hè. Ah, ja, natuurlijk, vanuit, nog later. Lig je daar nog eens nachts uh, in, je, in je bed uh, te, uh, te kijken. Waar zijn de tofste tapabars? Is het Valencia, is het daar, is het dit, is dat? Waarschijnlijk wel. Je ja, moest het kunnen, waarom niet? De, de tijd dat het er zit, moet er denk ik dubbel van genieten wanneer dat kan. Ja. Dus uh, moest dat ooit gebeuren, zou ik dat sowieso doen. Ja. Zie jij jouzelf nog, nog evolueren qua, qua uh, post? Van was eigenlijk in welk systeem? Als je carte blanche, jij mag een ploeg opstellen, je mag je eigen positie invullen. 3-5-2 uh, op de flank. Ja. Juist zoals uh, als Shield. Ja. Ik denk dat dat onze beste positie is wanneer dat we gewoon omdat we aanvallend sterker zijn dan dat we verdedigd zijn. Denk ik. Is dat eigenlijk de meest ideale positie ja. omdat je misschien net iets minder puur één tegen 1 komt als je echt met vier van achter speelt in plaats van met vijf. Um, dus ik denk dat dat wel best positief positie is. Ja. ja, want bij hem zeker. Een uh, wingback is per definitie niet iemand die enkel verdedigend denkt. Hm. Maar bij hem, als je nu ziet, ook in de bepalende rol die hij ook tegenaan aanleg had, ja, is het nu de middenvelder, is het een halve aanvaller, is het een verdediger. dat ja. is eigenlijk all, all in one. Hè? Dus dat is denk ik ook denk, door de opleiding in Brugge die je gehad hebt. Uh, ja, Je zit heel comfortabel aan de bal en je ziet dat ook wel in de wedstrijd, dat je gewoon ook soms naar binnen gaat, dat je daar de bal gaat vragen tussen de linies. En dat is wel een grote kwaliteit van je. Nog even over de actualiteit en die wedstrijd. Er werd nadien heel veel gezegd van uh, jongens te, tegen mannen. Hè? Ook, ook zo stak de hand een beetje in eigen boezem van het is een mannensport, we moeten iets agressiever zijn. Hoe was dat gevoel in die wedstrijd? Want ik vond wel, ja. ze zijn altijd van de die dit en de die dat. Maar Fabio Silva, ja, die Verscharen, die hebben echt wel gewerkt en kilometers uh, gelopen. Maar die opening was gewoon moeilijk te vinden. Maar die, die deden niet niks, hè? Uh, nee, wel, we hebben er nog over gehad ja, dus we hebben de meters gezien, oh, ja, ja, trouwens, voilà. en het scheelt toch wel een beetje. Ik denk dat qua high intensity, als ik me niet vergis, dat het vijf of zeshonderd verschil was qua team. Dus als je dat optelt, is dat uiteindelijk wel redelijk wat over de hele wedstrijd gezien. Maar ik had soms tijdens de wedstrijd ook wel het gevoel dat, dat ze niet... Het is niet dat ze er als watjes bij liepen. Nee. Het is, soms gingen ze er ook wel echt vol voor. Alleen vond ik dat dat bij ons gewoon net iets meer was en je zag dat ook gewoon in de cijfers nadien uh, van de loopresultaten dus. Maar ik vond inderdaad dat misschien iets iets te grof was hoe dat ze, hoe dat ze schreven over een ander legde in de pers dat te zacht was. Ik vond dat dat iets te hard was. Ja, was dit jullie beste wedstrijd? Is dit jullie topniveau? Want het was wel die voorstroom, het was, het was echt wel heel goed hè? Um, ja, we waren als ploeg gewoon wel echt goed. Ik denk dat iedereen uh, eindelijk um, op, op echt een goed niveau was. Misschien zelfs gewoon boven zichzelf stegen. En dan zag je dan ook wel dat we, dat we gewoon verdiend wonen waren. Dat we eigenlijk, ja, dat we eigenlijk ja. gewoon beter waren dan Anderlecht, denk ik. Zie je op training, Chadli, Nasser Chadli moet natuurlijk nog wat minuten maken en, en uh, fysiek in orde geraken, volledig. Um, was de eerste indruk, de laatste dagen? Uh, ja, positief. Kijk, ik herinner me nog de eerste training dat hij meedeed. Um, Deed hij mee in het ja en je voelt dat, gewoon dat hij zoveel ervaring heeft. Zo. Gewoon de rust zelf aan de bal. Ik kon hem zo een beetje vergelijken met Van aanknoptraining op training. Dat, hij, dat is altijd zo gecontroleerd, rustig. Je weet zo altijd wat er gebeurt rond hem. En, en dat liet het positiespel ook veel vlotter verlopen. Wat uh, ervoor soms wat minder was. Daar maakt hij gewoon direct de verschil met, met zijn ervaring, met zijn kwaliteiten. Gewoon. Ja. Dat merkte direct. Dan glijden ja. die balken via de buitenkant gewoon in de richting oriënteer. Ja, die, ja. Die kon het, ik kon het spel verdelen. hij was dan bijvoorbeeld de middenman die, ja. die met de twee ploegen meespeelde. Mm -hmm. en, ja, de ene ploeg kwam er eigenlijk soms gewoon niet aan. Maar laat ons eerlijk zijn, in elke andere topploeg in België zou hij ook zijn plaats hebben. Hè. Met de kwaliteit uh, ja. dat hij heeft, want ik zag enkele jaren geleden dat hij bij Anderlecht kwam. Hij was ook gewoon direct ja, de beste waar. man bij Anderlecht. Hè. Ja. Ja. Is, uh, maar het enige, het enige nadeel dat hij nu nog heeft, is gewoon zijn, zijn conditioneel, uh, conditioneel vlak dat, dat nog in de lucht moet. Want uh, <laughs> ik herinner me nog, tijdens een match tegen Anderlecht, vraag ik het na een aanvulling aan hem. zou hij zei, wauw, Dus je moet even... Ja, dat is ook normaal. Hè. Hij, ja. komt, uh, hij komt daar van een competitie waar dat misschien minder fysiek is. Ja. En ook even misschien minder gespeeld. Ja. Dus als je dan direct in de Belgische competitie komt, denk ik dat dat wel even... Uh, op je Adam Trant Hij heeft toch al gezongen, of niet? Ja, ja. We zijn uh, gisteren op teamdiner geweest en hij uh, heeft daar gewoon voor een vol restaurant gezongen. <laughs> Wat was het? Uh, het was Aïsha of zoiets. Nee, een, een Frans liedje. Je hebt ah, gelet. Aïsha. Oh, ik heb Aisha. 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 Ja. Dat ja. moi ja. dat Ik kan het ja, al vaak worden. En ja. die Frans had Doen je dat vaak. ook vaak Aïsha? Ja, ik kan het toch al vaak worden. Uh, ja. 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 ja, dat is een wereldster. Hè. Dat is dat uh, genre nu weer al. Oh, iets met Rai, Ik weet het niet, maar dat is een wereldster in de Arabische landen. Hè? Ja. Je hebt gelet. Uh, het is goed dat hij een voetballer is geworden. Ja. <laughs> hij, hij kon nee, goed nee. zingen? Het was, uh, het was met veel vertrouwen, maar het was, het was niet zang. Nee. Nee. Nee, ja. Nee. nee, is nee. okay. kritisch. Hè. Nee. Goed. Uh, net ging het over uh, Standaard, het ging over 3-5-2. Ja, bij jullie is er wel een beetje iets veranderd tactisch, ja. te goede precies. Hè? Leg het maar eens uit. Ja, in het begin van de competitie zijn we begonnen met 4-3-3. Ja. Uh, maar dan, ja. met, na een moeilijke start, we hadden ook geen makkelijk programma. Uh, zijn we zijn overgeschakeld naar 3-5-2. En ik denk dat we daar nu wel uh, ja, onze weg in gevonden hebben. We hebben nu 9-op-9 -9 gehaald. Maar uh, er zijn natuurlijk nog heel veel werkpunten. En we moeten ook nog, uh, nog groeien als groep. En, en de principes van de coach wat meer opnemen. En dat had ze tijd nodig, want de trainer is eigenlijk nog maar komen nu deze zomer. En Iedereen had tijd nodig om dat wat op te pikken en nu begint dat meer en meer uh, ja, te lukken. Eigenlijk. Ja, maar heel veel mensen vinden daar vaag begrip. Hè? Die zeggen van uh, ja, goede shotters of ze nu met drie of met vier van achter spelen, kom op, uh, vul het in, dat moet toch ook lukken. Kan je dat eens concreter maken waarom het beter is nu of gemakkelijker? Ja, voor u is snap ik hem maar voor de rest van de ploeg. Ik denk gewoon met vijf van achter dat is nu een systeem dat enorm veel gespeeld wordt. Uh, ja. uh, Chelsea heeft dat ook altijd gedaan. Uh, dus dat Bayern heeft dat ook in het jaar dat ze de Champions League dan won, speelden ze dat dan ook. Um, dat is gewoon een systeem die ook verdedigend enorm veel zekerheid heeft. Je speelt met drie centraal verdedigers, um, waardoor dat ze altijd kunnen doordekken, waardoor er toch nog twee in dekking staan daarvan. En met wingers die dan op en af kunnen gaan, en dat je dan spelers hebt zoals ons, die dan enorm veel volume hebben. Dan heb je eigenlijk nog elke keer vijf verdedigers ook, maar heb je ook weer twee extra aanvallers. Dus ik denk dat dat gewoon een heel gunstig systeem is om. Controle in de defensief controle in de match stemmen om dan, en toch ja. Op, ja, scherp te zijn op, uh, op de tegenaanval of, of ook gewoon in balbezit. Speelt wel bij een mooie club, hè? Zeker en vast. Ik denk, uh, ja, de mooiste Ovalse club uh, die er is. Uh, altijd uh, altijd heel, heel zotte sfeer. Is natuurlijk wel wat minder geweest, ook wat vorig jaar met de resultaten, uh, natuurlijk. Maar een vals klas hè? Uh, dat is, dat is zeker niet verkeerd, denk ik. Ja, want jij zit ook zo'n speler, denk ik, niet onder de indruk van, van op de tribune, wat er allemaal gebeurt. Hè? Je houdt er wel van, hè? van dat soort uh, Ja, wat, Zeker als... Moest, moest, ik kijk er enorm naar uit om, om bijvoorbeeld op club, op, op standaard, nu ook op Antwerpen, dat, dat, ja, dat is echt... Dat is gewoon superleuk om, om op dat veld te kunnen staan en daar, uh, daar eigenlijk te kunnen spelen. En, en zeker als moest het dan goed gaan, dat, dat heel dat stadion eigenlijk tegen u is. Dat, ik vind dat ik vind echt zo te... geeft aan een kick. Ja. Zeker en vast. Ja. Zeker. De beste badje speelt altijd in zo'n zo stadion. Ja. In Brugge. Je moet dan moet je nog een keer ja. thuis spelen. Zeker met, met die supporters als dat daar achter je. Dat heeft zo'n ja. extra boost, denk ik. En je wordt er beter van dan ook? Ik denk ongeweld uh, wel. Ja, ik denk dat dat in twee, twee richtingen kan werken. Hè. Uh, ja. Tuurlijk, bij een club als ons, als het niet draait, dan zijn de supporters ook terecht. Ja. Dan, dan is het normaal dat ze wat negatief ja. reageren en dan kan het voor veel mensen ook verlammend werken. En, uh, ja. maar dan werd het ook, juist, dat ook in de omgekeerde richting, als het dan goed draait, dan krijg je zo'n boost, dan, ja. dan speel je eigenlijk ja, dubbel zo goed, nee. zeker en vast. Ik heb dat ooit horen vertellen van iemand die uh, topschutter was in onze competitie, maar die zei ik had een ploegmaat en dat was uh, rot van talent, kon alles met een bal. Maar voor elke match moest hij in overgeven, puur van de stress. Dus Heerlijk? op training, top, 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 wereldklasse. Alleen in de wedstrijd. Eén, twee slechte balcontacten en als een pudding in elkaar, publiek eroverheen en er niet mee om kunnen. Ja. Hebben jullie dat ooit ervaren van die gasten? Die eigenlijk rot van talent, maar. Gof. Ik, ik heb wel een keer gehoord dat dat Dingske was. was dat... Kurt Abrahams? Ja, Kurt Abrahams. Hij heeft mij dat ook al gezegd. Oh, dat is hem... echt ik goed. Hè? Ja. Ik heb met hem twee jaar samengespeeld in Westerlo. Die was ja. alleen bij ons in de ploeg. zet hem nu bij standaard. En die is top 3 qua, qua talent, Zou qua techniek. je? Ja. Absoluut, daar ben ik 100% zeker van. Die draait mij best aan daar. Ja, natuurlijk. Allee, qua talent gezien dan, en techniek, ja. en vista, sowieso. Maar het probleem is, er is ook een mentaal deel in, in voetbal. En dat was wel een, een serieus mankement bij hem. Dus als het er om, om de knikkers ging en het werd wat moeilijker, dan... Ja, dan zag je hem soms niet meer. En, uh, dat is dat is ook jammer, zijn, ja, dat is jammer voor zo'n speler. Want het zou nog zijn boost moeten hebben, hè, als je voor zo'n stadion kunt spelen en doe een goede actie. Ja, maar zo, dat dan maakt dat het he? verschil dan, hè, tussen, tussen spelers die er verder in komen of spelers die, die afhaken. En, ja. Ja, in die tijd, veel wedstrijden gezien van jullie. Hij met Bruls, als die mannen er goed hadden, dan hadden we gewoon drie punten in de achterzakken. Ja, en ik stond daar toen achter, ik stond rechtsbak rechts of ook wingback zoals nu. Ja, een echt een goede ploeg eigenlijk. Hè. Wow. Ja, we zijn dat jaar ook eerste geworden in de totaalstand, ja. maar we hebben geen periodetitel gepakt. Ja, dat is een ja. trauma die. Ja, ja. maar goed dat dat nu veranderd is. Want... Ja. Wanneer is voorzitter Hassan Kaya? voorzitter, denk ik, hè? Dat was, ja. En de clubmanager, ba Batoer. Wanneer zijn ze gekomen? Een jaar of drie, vier. Ja, drie jaar, jaar geleden, hè? Mijn laatste jaar. Toen hadden ze een driejaarplan. Ja. ja. En uh, Bob Peters was er toen nog. En um, op het einde, want jullie zijn ooit heel dicht bij promotie geweest, mm -hmm. hè? We hadden de meeste punten, maar door het systeem van de periode lukte het niet. Um, ging het nog gelukt hebben, denk je, dezelfde koers tijden? Bedoel je zonder Dat de, de motoren Nee, nee, nee. Het, ging, het ging een beetje naar beneden ook. Okay, jullie zijn uiteindelijk dan nog eens vierde geworden, denk ik. Of, of zelfs. In mijn eh, voorlaatste jaren zijn wij vierde geworden. Ja. En dan zijn we eigenlijk uh, eerste geworden, maar zonder de periodetitel. En het jaar nadien was ik weg. Dus ik weet niet hoe de sfeer er toen was. Maar of hoe uh, hoeveel dat ze toe geworden zijn. Maar ik denk inderdaad, ook vierde. Of zo. Ja. derde, vierde. Ja. Ik heb het gehoord van Lucas. Maar ja, het jaar nadien zijn jullie dan zo goed gestart. En nee, ik zeg het omdat ik. er ja, ik... ook veel te veel geleken. Ja, dat wel. Ja. Ja, ja. ja. Ik zeg het omdat ik in de week ik was op de club, uh, ook een interview voor de krant met Maxime. En uh, de voorzitter uh, zag mij, die kende mij nog van een of ander event. En die da: ja, kom eens, uh, babbeltje doen. En ik vind eigenlijk wel knap hoe, hoe zij eigenlijk die club niet volledig hebben overgenomen. Maar, maar met heel veel respect voor, voor, uh, voor mm -hmm. lokaal uh, mensen die er al werkten. Uh, niet te drastisch. Heel rustig aan op, op campusse wijze eigenlijk. Dat zijn wel gezegd. Hè. Ja, is dat ook zo? Jij zit er dag en nacht. Ja, dus, Hoe gaan zij om met de club en met jullie? Dus, ja, eerst en vooral was het echt een bedoeling om het om DNA van Westerlo daar te laten. En ze wou niet een volledige om een keer. En, en bijvoorbeeld ik zeg maar, 15 nieuwe spelers uit Turkije halen, dat wonen ze totaal niet doen. Ze wilden echt gewoon de club laten rijpen op, op hun manier, maar dan gewoon met hun eigen toebreng. En ik denk dat je dat nu enorm merkt. Um, ja, ten eerste de transfers die ze doen zijn redelijk gerecht ook. Um, en, en ik heb het nog niet meegemaakt, natuurlijk is dat er wel al geweest. Ze leggen enorm weinig druk op, op de spelers zelf. Ze laten u ze laten ding doen. Ook als ik wat minder gaat. we hebben nu 0 op 9 gehaald. Um, dan zit ze daar niet direct om, om, om iedereen af te maken. Die weten ja. ook dat er gewoon kwaliteit is en dat ze, dat ze ons gewoon de tijd moeten geven om... om maar het zijn toch ook winnaars, uh, een paar met, met een vindabadje achtergrond. Ze, die willen, wat is hun doel eigenlijk op de middellange termijn? Die willen toch eens een prijsje pakken, ofzo, of niet? Ik heb, al, uh, ik heb al gelezen en gehoord uh, dat ze Europa uh, Ben ja. hier en twee, drie jaar. Maar dat werd ja. toen al gezegd, toen, toen ik daar nog was. Ja? Maar toen werd er wel meer druk gelegd hoor. Want ja, dat was eigenlijk dat het eerste goed. jaar zeiden ze, van drie jaar plan. Maar als het natuurlijk in één jaar kan, ja, ja. Ja, dan merk je toch ook wel. Dat was toen met Bob Peters als coach. 1B was toen wel heel sterk. Hè. Ja, dat was Vier een andere influentie. Ja. ja, absoluut. De Union zat daar toen. Leuven, Leuven Beerschot, ja, ja. Eh, KV Mechel. Maar dat was het jaar voordien. Maar dat was een heel goede reeks. Verton, die uiteindelijk tweede geworden is in de totaalstand achter ons. Maar die zijn dan ja. failliet gegaan. Ja, Verton was heel sterk dat jaar. Ja. Dan, dat was wel een andere reeks of dat dat vorig jaar was. En, of, ja, dat was met ja. La heel en heel die bende. La, La, Poussin, La Poussin, ja. Jordan of Coutrier. Ja. Hoe gingen ging jullie daar toen mee om? En ook, ook Bob, Bob Peters was toen trainer. Want toen voelde wel af en toe, na interviews, na de match, nou, dan voelde soms wel eens dat de voorzitter iets gezegd had of... of was inderdaad... Het leek wel alsof er meer druk was. Ja, maar ik denk dat dat vooral in het jaar nadien was. In, ja. het, in het eerste jaar speelden we eigenlijk wel goed. Maar de cruciale matchen verloren we altijd. De, de match die dan eigenlijk de periode titel kon binnenhalen of die ervoor zorgde dat we echt aan de, aan de kop stonden, maar los aan de kop. Dat is er nooit... Allee, we hebben nooit die match kunnen, kunnen winnen. Hoe kwam dat? Uh, ja, ik weet het niet. Ja. Dat was... Uh, Zelfvertrouwen? Misschien, ja. Uiteindelijk bepaalde spelers, ook zoals, uh, zoals Abrahams dan, die was er dan niet die wedstrijd. Of... Uh, ja, dat mogen eigenlijk geen excuses zijn, maar dat waren ook gewoon geen makkelijke wedstrijden, op Beerschot gaan spelen, op Leuven gaan spelen. Uh, ja, denk, de, 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 de reeks was enorm veel veranderd nu de laatste jaren. Maar toen was het echt, uh, ja in A-waardig niveau. Ja, speelt dat dan toch een beetje mee? Dat is zo de, dat is de, de sympathieke, aaibare club, hè. Westerlo, iedereen ja. met een grote gunfactor. Dat is niet altijd met mes tussen de tanden. Het is daar gewoon plezant, hè. Ja. En is, is, is dat... Dat is misschien hetgeen wat er toen ontbrak. Om af en toe... Dat ja, is het wel in vind ik. Ja? Ik vind dat er wel veranderd is. Ook dat... Uh, het, is, het is niet meer... Uh, ...goed als we gewoon als, als matchjes spelen. Er moet ook gewoon wel... Gepakt worden, anders ja. lukt het ook gewoon niet. Ik denk dat je dat nu wel. Dat is logisch ook, hè? Ja, tuurlijk. Uh, misschien dat dat vroeger wat iets minder was. Hoe dat misschien iedereen ook dacht over Westerlo. Van ja, ja de Kempten. En ik denk dat dat nu allee, dat dat wel een beetje kan mm -hmm. veranderen is. Ik denk dat jij wel blij bent met de keuze hè, van die Arnhem-Beurt. Dat jij in Westerlo bent ja, gaan voetballen. Tuurlijk. Uh, ik was eigenlijk al meer, meer dan gelukkig toen ik vorig jaar eigenlijk al de, de wedstrijden heb kunnen spelen. Want dat was ook het doel om eigenlijk al dit jaar terug te keren, maar omdat het zo is gegaan, kampioen gespeeld en dan komt met die ploeg in de na, was het super ideaal om, om daar om nog, een jaar, eh, nog een jaar te rijpen. Hè. Dat is de beste club om, eigenlijk gewoon, om jezelf te ontwikkelen. Okay? Je krijgt de Zeker. tijd, er moet gepresteerd worden. Je gaat ook wel om met druk, maar dat is gewoon, ik heb dat ook toegedaan. Ik ben ja. toen bewust echt van cirkel weggegaan. Naar een club zoals Westerlood toen die net gezakt was. Ja. Maar dat was gewoon perfect voor mij. Ik zou die keuze altijd opnieuw maken. Zo. Zeg Zegt zo van die West-Vlamingen in de, de campen? Ze verstaan Ze watjes. Ja, maar bij mij, Lucas kwam er dan nog bij. Lucas ja. van Eno. Dus ik, zat wel, ik had opeens een Westvlaamse klik. Guillaume de Schrijver was er ook nog bij. Toch weer samenhokken, hè? Ja, ja. ja, dat is typisch. Dat is normaal. He. Ja. Zeg maar zo, is dat niet grappig voor jullie af en toe? Uh, spraakverwarring in uh, de camper een beetje. Daar wel. Ik heb er al woorden gehoord dat ik denk van. Wow, of ik kan er zelf niet meer op komen dat ik soms denk van hoe komen ze daarop om die slang ook heel veel letters in. Dat ze soms woorden echt verkort of volledig omdraaien dat ik denk van wat is dat allemaal? Dat, uh, ja, ik ben dat ja. gewend. Hè. Mijn, mijn schoonouders zijn van de camper. Ja. Ah, ja. ja, ik, ik hoor dat daar vaak. Ik was, ik was al goed voorbereid voor dat ja. naar Maar dat zullen ze van jullie ook wel gedacht hebben af en toe, omgekeerd. Tuurlijk. Huh? En, eh, ik was nog altijd West-Vlaams daar, dus ik moest ja. beginnen met te begrijpen. Ja. In het begin was het soms ook lastig, maar de meeste begrepen me wel. Nee. Gooiden ze toen ook al veel geld er tegenaan met leuke snoepreisjes voor jullie richting Istanbul of niet? Ja, we zijn toen ook twee keer op stage geweest ja. naar Istanbul. Eén ja. uh, keer naar Bolu. Dat was de dag dat uh, de Rode Duivel speelde tegen Brazilië. Op 2K 2018. Oh, oh. Jullie zaten in de bus toen, zeker. Maar, echt, dat was een ramp. Dat was een ramp. Ja. Vertel. Dus dat was, uh, we gingen die dag uh, op stage vertrekken en we moesten kwart, voor, kwart na vijf vertrekken in vroeg in Westerlo. Eerst een bus naar Düsseldorf om daarvan de vlieger te pakken naar, uh, naar Istanbul. Maar we zaten niet in Istanbul op stage, we moesten nog naar Bolu. Maar dat was acht uur die bus. Het was vier uur rij normaal, maar we kwamen toe in Istanbul net voor de spits. Maar omdat er iemand zijn, zijn paspoort vergeten was. Hij had enkele verblijfsvergunning van in België. Dat was toen een oh. kine, de Lee. En die had zijn, zijn paspoort niet mee. Enkele verblijfsvergunning. Dus die raakte niet binnen in Turkije. Dus we hebben daar ja, denk ik, een uur en een half op moeten wachten. Maar doordat we daar wel in die spits kwamen, we hebben we er acht uur over gereden. Die match niet kunnen bekijken, want dat was, ja, dat was Azië toen. Dat ja, deel dat van, van niet Turkije. Gratis, eh. Dat was niet gratis. Dus ik ja, ja. kon die streamen. Niets gezien van die match. Allee, Achteraf heb hoort allemaal gehoord dat het zo mooi was, maar ja. ja. ja, ja. En dat moet missen. missen. Ja, Bob-Peter was ook goed aan het vloeken van voor in de bus. Dat zal wel. Zijn ja, iedereen... er faciliteiten? Ginder, is er dan een link ergens of waar zijn jullie beland? Ja, dat was het hotel in Bolu zelf van Fenerbahce. Daar um, waren zij ook altijd op afzondering gegaan, want dat ligt in ja. de bergen in Turkije. En Dat was ideaal, maar het probleem was als de mist opkwam, kon, kon je ook wel de training stilleggen, want je zag geen meter meer voor oh je. Nee. En Dat was wel het nadeel dan in de bergen daar. Ja. Geen mietje en grietje gedaan met uh, een of andere Vinderbadjes daar? Uh, nee, maar vinderbadje was daar zelf op dat moment nee, niet. Nee. Wij zaten daar toen met een uh, ploeg van Saudi-Arabië. Ja. Die daar toen denk ik een maand gezeten heeft op stage. En daar een hoeveel match mee gespeeld, maar dat niveau was uh, dramatisch. Ja. Serieus? Ja, ja. Hoeveel was het? Pff, oh, ik denk 8-0 of zo. Een jeugdscorer. Uh, ja, ja, inderdaad. Maar dat was wel... En die betaalde goed, want er zaten daar wel bepaalde spelers tussen. Ik ken de naam nu niet, maar dat waren bepaalde spelers van Nederland of zo die daar naartoe gingen voor heel ja. veel geld. Maar ja, voor meer gaan ze ook niet. Daar we hadden we wel een paar appartementjes van kunnen zetten in Wenduinen. Ja. Ja, ja. Maar goed, ja. ik overweegde als ik plus 30 ja, voilà, ben. Dus. Dat is nog tijd zat. Hè. Ja. Hoe was het bij jullie in Istanbul? Hoe lang was dat? Eh. Uh, wij zijn na ons seizoen... Um, kort daarna zijn we met vijf, denk ik, naar Istanbul geweest. En, um, ja dat was, dat was echt top dan, uh, onze teammanager uh, Batoor die, die is natuurlijk super lang teammanager geweest van Fenerbahce en die kent iedereen in, in Istanbul die kon ons overal mee naartoe nemen goed gevoel voor humor hè die gast ja dat is echt, uh, echt een top gast. die is ook gewoon overal met ons mee geweest is Sam nooit geweest met ons die kon hem perfect amuseren met gasten van ik ja, 22 en ja. Tuur Lucas rond de 30 dan um, maar nee, echt, Istanbul, dat, dat doe ik zeker opnieuw. Het is een aanrader. Zijn ze broek nog altijd zo kort van Batur? Is het water in de kelder? Ja, altijd. Ook, misschien is dat wel een stijlicoon icoon dat jullie dat gewoon niet snappen. Ja, ik denk dat dat zijn stijl is. Maar het is ja. nog niet naar hier gekomen, die stijl. Ja, ja. Ja. En kunnen we dan een beetje meeproeven? We hadden het er al even over. Over uh, het feit ja, die gasten hebben wel contact en zo. Hè. Voelde dat als je Ja Ja, ja, wel. Raad, het, is, het is wat ik zeg. Wij hebben, ik denk in Istanbul de, echt oprecht de beste plaatjes mogen meemaken die er, die er zijn. We zijn bijvoorbeeld naar die Salt Bay uh, Nuster-It geweest. Uh. Die gast van zijn... Ja, uh... uh, met ze zout daar. Uh. Oh, ja. uh, we, hebben, we hebben ook twee, twee wedstrijden gezien. Uh, eentje was uh, beziekt als Fenerbahce. Dat was, goh, dat was ook niet normaal. De derde derby. Dat ja. was, uh, was heel... We echt een topding gedaan. We zijn op een boot geweest. Ook. We hebben uh, een deel van Azië gezien. Ja. Het was uh, ja, echt zal ik zeker opnieuw doen. Ja, en wie was de plezantere op de schoolreis, die het, het meeste van gepakt heeft, die het meeste geamuseerd heeft? Uh, die, het, was, het was de vakantie van uh, Kian Vaz, die was, uh, is die echt? was volledig op mijn bloei ja ja. Daar uh, daar is hij ook mijn bloeit. En Turken niet? Turken altijd ja. Ja. Dat is toch een fenomeen natuurlijk, Dirk. Ja. Ik vind dat zo'n lekkere voetballer. En ik ook knap hoe de... hij terugknokt, hè, want... ja. Er zijn uh, er zijn gewoon heel veel mensen die dat niet. Hij weet dat ook. Uh, hoe professioneel dat hij er eigenlijk echt wel mee bezig is. Mm -hmm. Er is, uh, hij is een paar keer slecht uh, in de sociale media gekomen door. Uh, feestje hier, feestje daar. Maar. Ah met corona. Ja. 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 ja, ja, ja. Maar, maar dat eigenlijk... is een goed dat hij eigenlijk ja. een verkeerd imago. Ja. Dat dat is wel waar. Hoe dat hij gast er ook mee bezig was toen dat ja. hij de kruisband had, had uh, Hoe dat hij daarvan is teruggekomen. Ja. Ja. Mensen maar, hebben een uh, verkeerd beeld. Uh, over Turtix, mogen we zeggen. Ja, over, ja? over enkele spelers. In, ja. Over wie nog? Toen in mijn tijd ook Stephen Bell. Hadden mensen daar een verkeerd beeld over? Ja, zin, maar dan? dat was de, de periode dat was ook dat Antwerp kampioen, kampioen werd. Ja, dat, was de, dat leek zo'n een stille gast. Ja, ja dat ja. leek altijd zo. Dat was dus niet zo. Nee, nee. Okay. nee. Maar wel een plezante gast. Ja. Uh. Maar ja, nee, dat is die periode ook dat ze kampioen zijn geworden daar in Antwerpen. Ja. En uh, ja. Er uh, kwam ja. veel weggaan bij, maar ja. ik denk dat ze nadat ze kampioen geworden zijn, ook een week niet thuis zijn geweest. Ja, Even dat verteld. Maar ik heb dat ook gehoord. Oh, met Tuur en Jeffrey uh, Hermans. Dat ze elke ja. dag een andere... Ja, die ja. hadden zeven dagen lang een andere ja. discotheek, ja, Zeven dagen dag lang. Zeg maar, uh, Tuur Dierks. Uh, staat er ook om bekend. Daan Heijmans trouwens ook. En nog een paar andere gasten. Die hebben nog die contacten met Siba Van de, de, de koud warmtherapie ja. uh, therapie ja. film, de, de ice ijsbaden, uh, intermittent fasting, dat soort. Uh, die lifestyle. Uh, dat is controversieel in het voetbal, want niet elke clubdokter is, is daarmee eens. Zoeken jullie zelf ook wel naar... Meer vlak lifestyle dingen of? Ik uh, ik ben er wel mee bezig eigenlijk voor het moment. Ik ben niet mee geweest voor het seizoen naar de Ardennen. Uh, uh, wat eens, Zij deden een, uh, ja, een hiking die zijn of de, zo, Ja inderdaad. Die zijn hoeveel kilometer gewandeld? 15, denk ik op ja. nuchtere maag en niet drinken en zo. Uh, ja. Dus die hebben allemaal zo'n ding gedaan en nu, allee, ik ben ook wel wat bezig met fasting en en koude warme prikkels. Daar, ja, ik probeer dat te doen nu en het is, het is, het is wel iets leuks en ik voel me er eigenlijk ook wel goed bij. Ik weet ja. Niet of hij, uh... ja, ik ben met veel dingen bezig. Zeg het. Ik ben ook al veel geëvolueerd eigenlijk. Ik voetbal ook al wat langer dan, dan nu, maar in het begin denk ik gewoon wat het normaal was. Ja. Uh, wat, dat, wat de club ook zegt, maar de clubs ja. veranderen ook, heb ik het gevoel. Uh, en ik heb al met veel fysieke coaches gewerkt ook. En ja, ze brengen je altijd op een andere manier voor. Um, nu zie ik ook, ja, natuurlijk, ze, probeer, ze zeggen ook: Sibu zegt dan bijvoorbeeld ook geen uh, niet veel koolhydraten eten. Ja, inderdaad, het is ja. echt helemaal anders. Ja, ja, ik dan... ben er eigenlijk serieus van, van, van verscholen. Maar ik probeer altijd biologisch en zo te eten: veel groentjes, veel variatie. Ja. En dat... Weinig groot vlees ook? Of? Ja, dat ook niet. Want uh, ja, ze zeggen dat dat dan... Uh, Frederik Frans, he, dat is een vegan, en uh, oh, de spits uh, luxemburg liers Virton denk ik. Ah ja, uh, Joachim. Ja. Die was ook, denk ik, uh, vegan in die tijd. En, en het werd blijkbaar wel bijna bewezen dat die gasten veel minder spierblessures hadden, he, door hun eetpatroon. Ja. Ja. Maar ik vind ook wel, iedereen doet waar hij mezelf goed bij voelt. Ja. Ik ken ook spelers die helemaal... Die er niet van aantrekken en die, die, die helemaal anders leven. Bruls. Maar benoemen het zelf? Ja, Brulsma. Bruls zegt zelf raadsel voor de wetenschap. Ja, ja. He, met wel goede bloedtesten en goede fysiek. Zeg eens concreet even: jij wordt wakker en, en dan. Uh, nee, wat stinkt jij is binnen op zo'n dag? Eerst ik, ik zorg ik dat ik veel proteïne binnenkrijg, omdat ik dat wel belangrijk vind voor mijn spiermassa en zo. In de vorm van. Eieren. Uh, Gerookte zalm. Uh, ja, tuurlijk, s ochtends geen kip, maar dat is dan in de lunch meer. Dus morgens tien, tien rauwe eieren? Ik heb... Nee, dat rook niet. Nee, nee, nee. We hebben een goede kok, dus die kan dat goed maken voor onze goede omeletje en zo. Omeletje. Ja, Maar uh, wat ik vind in het voetbal, wat er heel veel onderschat wordt, is het mentale. Ah ja. ja, ja, ja. Dat, dat vind ik wel, want fysiek zijn we eigenlijk echt altijd 100%. We proberen altijd 100% te zijn. We doen elk detail. Ik heb ook een game ready gekocht. Uh, om mezelf ook goed te kunnen verzorgen, na training thuis en zo. Maar het mentale, ik vind dat er daar heel weinig aandacht aan gegeven wordt. Um, in welke zin? Wel, uiteindelijk voetbal speel je voornamelijk met je hoofd ook, hè. Um, wat je, hoe dat je voelt ten eerste. Dat zelfvertrouwen, dat is iets dat enorm meespeelt. Je voelt dat zelf ook als je in een goede periode zit, dat je Leuk. precies, ja, je kan teamaction, spelen, je kan alles. Missen, ja, je kan ja. alles en maar ook gewoon omgaan met bepaalde situaties en, en visualiseren bijvoorbeeld. Um, ik werk persoonlijk ook met een mental coach. Ik vind dat dat redelijk taboe is in het voetbal, maar dat, dat zou ik echt niet moeten. Want we zijn er echt mee bezig, professioneel. En alle tools die je kan aanreiken, vind ik dat je moet pakken. Maar hoe persoonlijk uh, biecht jij dingen op tegen hem? Van hoe diep in jouw persoonlijke leven je nee, Ik vertel alles. alles. Ik vertel alles, ja. Dat blijft ook tussen ons. Dan. Ja, vanuit uh, de, de liefde, de ouders, de relatie, vrienden. Alles. alles. Ja. alles. Alles, alles, alles wat ik kan meespelen of mijn prestaties beïnvloeden, uh, ja. dat vertel ik. En hij heeft dan ook tools mee, um, zoals nu ben ik aan, aan het werken op visualiseren voor een wedstrijd. Um, omdat ik denk dat als je de wedstrijd, of je kent die situaties al, of je hebt die wedstrijd al gespeeld op voorhand in je hoofd, dat je altijd dingen terugherkent in, in de situatie zelf, in de match zelf, het alleen maar goed kan zijn. Um. Hebben jullie ooit een wedstrijd gespeeld waarbij je eigenlijk in je hoofd voelde overlijden, iets anders, het is niet een moment? En toch gevoetbald? Verlopen. Hoor. Nee, ik ook niet. Nee. niet uh... Ik heb me altijd wel klaargevoeld om te spelen. Uh, welke keer had dat ik echt zware griep had uh, twee dagen voor de match. En dat ik echt naar een dokter van wacht ben gegaan, s s'nachts nog. Om... Ja. Ik heb gezegd van kijk, ik kan hier meer een spuit geven, een paardenmiddel echt, Van, ik moet er staan worden uh, op training dan. en dan overmorgen ja. op de match. Dat heeft gewerkt, maar natuurlijk kreeg je dat wel een weerslag ja, wel... Ja, achteraf. Maar Dat verrast me wel van de mentale, want je ziet er wel zo'n gast uit die wel in balans is, die een heel. Wel goede kop, veel, veel ratio, goed sportlichaam. Dat zou is ik ook niet verwachten van u. Maar dat is ook zo, maar dat is juist de reden waarom ik dat ook zeg en waarom ik dat ook doe. Ja. Um, omdat ik ook zo ben. Ik zit goed in mijn hoofd, ik voel me ook heel goed. Ik voel, je hoeft daar niet naartoe te gaan met problemen. Maar je, dus je ziet kan andere dat. voorbeelden die het zou kunnen gebruiken. Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat iedereen dat kan gebruiken. Ja. Iedere voetballer kan dat gebruiken. Want waarom moet je een uur op de massagetafel liggen als het niet goed zit in je hoofd? Ja. Ik denk dat er altijd, al is maar 1% dat kan helpen, dat is een procent die. En als jij met een probleem komt bij de mental coach, in, in welke term of in welke, ja, hoe pakt hij dat dan aan? Wat zegt hij dan? Wel, hij heeft tools hè, hoe je daarmee kan omgaan. Um... Heb je een voorbeeld? Ja, uiteindelijk, wat je altijd onder controle hebt, is je gedrag, hoe je reageert. Dat is het enige dat je onder controle hebt. Je hebt, niets onder, je, hebt je omgeving niet onder controle. Je hebt niet onder controle wat de situatie is. Maar wat je ermee doet, het heden telt. En gewoon de, je gedrag, je, je lichaamshouding um, en je ja, body language. Dat is eigenlijk belangrijk. Ja. Hoe dat je reageert op situaties. En ja, ja dat helpt wel. Ja. Geweldig interessant trouwens. Ja, ik heb er nog duizend vragen over. Maar uh, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Ik wil nog een paar actuele dingen wel even vragen. Uh, wie wordt er uh, tweede dit seizoen op het einde? Tweede? Ja. Ik denk Genk. Antwerp. Dus nummer één is dan wat er in je hart nog zit. Uh, of Genk. Ah, dan, maar, dat vind ik ja. wel straf. Ik denk ah. uh, dat denk zal drie, die, die drie ploegen zijn, denk ik. Die, die voor de kampioen ja. voor de titel zullen spelen. Ze zijn op dit moment ook gewoon de sterkste. Ze zijn mm. de beste kern, ze, ze spelen gewoon goed. Ja, het is slottekens, hè. En als je dan ziet met, met welke namen dat ingevuld wordt, dat is knap. hè? Ja. Die, die echt wel bevestigen. Ja. En, uh, ja. Dat ook met jonge gasten wel kan. Hè? Want... Ik denk dat Genk ook al bewezen heeft in het verleden. dat In dat uh, ja. de tijd van Courtois de Bruyne Dat waren ook jonge gasten die uit de jeugd kwamen. die eigenlijk nog niets bewezen hadden. Want nee. ze spelen wel kampioen met die spelers. Dus waarom zou het niet kunnen? Hè? Nee, maar inderdaad. Maar nu, op, op de korte termijn. wat voetbal toch altijd gedacht wordt. is het wel heel snel veranderd. Hè? Ja. Hoe, dat, ja. hoe dat Franke gestart is. Op Was club verliezen. Dan? maar eigenlijk wel een heel goede wedstrijd. Daar, uh, daar moet hij eigenlijk drie punten Ja. En, uh... Elke op, noos. Op Nee, ja, een ja, hele goede speler. Vind je uh, van die Alcanoes? Van van. Ja, die staat ook heel in zijn achtertuin te uh, voetballen. Ja. Mentaliteit een beetje zoals als we jou zien voetbal, dat is ook zo van, ja, pff, alsof, alsof er niemand in de tribune zit eigenlijk, hè. gewoon leuk. Nee, inderdaad, hij speelt echt zo met, met een soort flair. Ja. Dat maar niet arrogant of zo. Nee, het voilà. Is, het is, hij doet het ook. Hij heeft heel zuivere voetjes. En ja. Ik vind zijn passing ook vooruit, echt een van zijn kwaliteiten. En ik houdt het simpel, maar goed, het, is, het werkt. Ja. Het is niet dat hij, dat hij met schrik speelt en alles simpel achteruit speelt. Hij kan ook simpel goed vooruit spelen. Nee, ik vind dat echt even als een grote kwaliteit. Ja. Ik ga jou eens een onmogelijk te beantwoorden vraag stellen, uh, Maxime. Ik ga het toch, ja, toch doen. Ik wil eens weten, omdat je onbevangen bent. Hè. Jij spreekt, uh, je bent plezant om te interviewen, want je zegt gewoon uw gedachten. Uh, denk jij dat jij mentaal uh, opgewassen bent tegen mogelijke... Uh, Roem, grote carrière en simpel gewoon blijven, Maxime, die je nu bent. Denk je dat dat ooit wel. zal veranderen? Nee. Ik ben eigenlijk gewoon zo opgevoed. Met ja, twee voeten op de grond. Ja. En en het is ook maar goed. Um, ja, eigenlijk wel. Er zijn veel ergere dingen in het leven. Ja. Hm. En ook veel andere dingen. Dat, dat, soms, soms is het ook gewoon maar voetbal. Het is uiteindelijk je job wel. maar nu, nu, ook wat er over laatste dus is gebeurd met ons coach, zijn, zijn, zijn vader die dan overleed. Ja. Dat, dat is, uh, ja. Daar moet je dan belangen aan hechten. En dan is voetbal echt maar een spelletje. Ja. Dus, uh, maar om erop terug te komen, ik denk het wel. Voilà, goed antwoord. Hè? Wat mag de ambitie zijn van, uh, van standaard? Dat is moeilijk te zeggen, die plek of zo. Maar het begin was heel uh, moeilijk, hè, Gilles? Ja, zoals ik al zei, het was een moeilijke start. Oeh. 9 op 9, 9 nu? 9 op 9 met twee moeilijke verplaatsingen. Uh, we hebben 15 jaar niet gewonnen op sint en dat hebben we dan nu mooi gedaan. Ja. 15 jaar? Dus ja, blijkbaar. Is er voldoende kwaliteit om uh, hoog in die linkerkolom te eindigen? Ja, dat denk ik echt wel. Uh, we hebben natuurlijk nog veel uh, stappen te zetten ook. Maar met de, nieuwe, met de nieuwe spelers is er toch een serieuze kwaliteitsinjectie gekomen. En de trainer die begint, alles, begint allemaal wat op zijn plooi te vallen. Het is goed dat transferperiode ook gedaan is. Ja. ja, inderdaad. Want er waren ook spelers die misschien zouden vertrekken, ja of nee. De, die blijven daar ook mee in hun hoofd zitten, zoals ik al ja. zei. Ja, met Klebreuk ook. Met dat speelde dat wel toen. hè? Ja, publiek en... raakt dat ook, vindt dat ook niet prettig natuurlijk. Nee, dat is ook normaal. Dat zijn spelers die het verschil kunnen maken voor ons. En ja. als die dan opeens weg zouden zijn, wat dat zomaar kon, dan is dat natuurlijk allez, een serieuze naderlating. Maar we hebben ook wel spelers gehad. Die die rol ook op zich kunnen nemen. En, ja. Uh, ja. Want in het begin moesten jullie punten pakken, moeten we zeggen, zoals het is. Als het mes tussen de tanden zit, neus in dezelfde richting, borden van de maas, ten oorlog, dan konden er punten gepakt worden. Kwaliteit was een ander verhaal op dat mm -hmm. moment. Is er, die is er nu voldoende naar de Mercato? Je ik hebt het denk het gevoel dat injectie. Ja, dat is er zeker bijgekomen. Ja. Uh, maar dat is ook nodig. Uh, ik denk, je hebt altijd wel drie, vier spelers nodig die het verschil kunnen maken op het ja. veld. Je hebt uh, mensen nodig die een job doen, die hard werken en die. die die altijd constant zijn in prestaties. Maar je hebt dan ook spelers nodig die het verschil, die, die vier, vijf man kunnen passeren. En een keer een ja. ongelofelijke hol maken. En zo win je ook wedstrijden, denk ik. En ik denk, ik heb hem nog niet gesproken, dat gebeurt zondag voor het eerst. Dat die Daila, dat, dat eigenlijk wel een leuke vent is. Wow, super super goede mens. Ook gewoon echt heel menselijk. Een topcoach. Dat zeg ik nu, niet omdat het mijn trainer is, maar is echt een topcoach. Een van de toppers in je carrière tot nu toe. Zet hem toch eens in de ranking. Maar ik heb hem nog niet lang genoeg, nee, gemaakt. maar Zog ik toch durven op, op één zetten, eerlijk gezegd. De beste al jong. Ja, omdat ja, de, de, de tools die hij ook aanreikt en de nieuwe dingen die hij meegeeft, zijn ook dingen die dat dat veel spelers van onze club of van onze ploeg nog niet gehoord hebben. Geef eens een heel concreet voorbeeld waar jij geen uh, notie van had. ...dat hij nieuw heeft gebracht? Oh, dat is moeilijk om zo echt... Dat is heel gedetailleerd eigenlijk. Dat is ja, doe maar. Uh, De manier van opbouwen. Kijken hoe dat de tegenstander staat. Is dat met één of twee spitsen? En daar dan ook op inspelen van... De centrale verdedigers gaan breed... ...en altijd zorgen dat je je man uitspeelt. Dus gewoon echt fixeren, uitspelen. Dat lijkt misschien simpel... Ja. ...maar echt om dat in de praktijk over te zetten... ...dat maakt het zoveel makkelijker. Dat, dat maakt het spel en de wedstrijd gewoon veel makkelijker om dat, om dat echt te doen. Doe je dat constant met game en zo? Constant, ja. We zijn daar ja. constant mee bezig. En er zijn nog veel andere details. Gewoon geen meter geven. Op elke inword moeten we klaar zijn. Op elke stelselende fase moet, moet er, moeten we gewoon zo scherp zijn. Er mag gewoon geen kans gegeven worden. En dat is moeilijk om dat erin te krijgen. Dat is een proces. Maar dat is wel aan het lukken nu. Zijn besprekingen helder, kort, lang? Nee. Uh, niet super lang, nee. helder en, en samengevat. Wat is vooral in de praktijk? Ja. Ja. Bestaat er nog op de gsm dat je zelfs uh, van een videoman dan zo clipjes binnenkrijgt van je tegenstander? Sommigen van ons ook. Vallen bak? Ja, zeker. Voordat voor wij naar Antwerpen zijn geweest, hadden we, had onze videoanalist beeldjes van ja. de flankspelers, Miyoshi en Stengstun, die ook voor deze keer speelden. Bij ons dus nee, wordt, willen... nee. wordt dat niet gegeven, je moet dat vragen, maar ik vraag ja. het, en dan krijg je natuurlijk zoveel ja, als ja, je wilt. Tuurlijk. In het Frans? Hè? Frans. Het is nu Engels. Engels is de voertuig bij ons. Toch? Ja, 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 de coach is nu. Ja, ja, ja. Uh... Zeg, voor we afronden, mannen. Den Antwerp, die staan er te pronken. Ja. Verliezen geen enkel punt. Kunnen die geen kampioen worden? Zeker. Ja, ze zullen Want die hebben we niet meedoen, he. ze... Ja. Ze, ze moeten, moeten al... meedoen. Ze zijn ja? nu zelf. Ze zijn nog vijf punten los dus. Onder de indruk? Ja, toch wel. Ze ja? we hebben toch ook een serieuze ja budget is redelijk wat uitgegeven. Wat ja, er ook. dan nog bij komt, die Ekkelkamps en touches in de opera Assist? Ja, ja, normaal, Allee, vroeger kwam er vaak, nu met Elder weer dat ook, routiniers die alles al bewezen hadden. eigenlijk. Ja. Maar nu komen er ook van die jonge gasten, Stengs, uh, Ekkelkamp. Hoe heet dat? meer kwaliteit hebben ze nu natuurlijk. Ja, ze Opties. hebben heel veel kwaliteit. Goed. Heren zit er, hè? brede kern ook. Uh, voilà, ja. als je ziet dat. Uh, de laatste die op de bank zit nee, op de bank. Dus maar ik denk dat, dat ze voornamelijk op uh, Europees voetbal gemikt hadden ook, en Tuurlijk, dat is nu weggevallen. Dat er sowieso ook ja. ja. ja, wel mee te maken heeft. Misschien nog een paar oefen inboeken in de week. Ja, wij zoeken nog in voor dinsdag, dus ah, voilà, de volgende week. Ja. Voilà, bellen maar naar Staldaar. Het nummer is 0 wat is dat? 04, zeg ik. Goh. Ik weet het niet. Ja. Wat. Uh, ik kom af, dus uh, tot dan. Hè. Ja. Uh, bedankt om er te zijn, Gilles de Waal. Ik vond het geweldig interessant. Ook uw visie op dat mentale en zo, heel, heel straf. Maxime, uh, dat is altijd pesant, hè? Heel veel succes met alles uh, wat er nog op jou af gaat komen. Blijf er lekker ja. chill onder zoals dat nu is. dan komt alles goed. Hè. Hopelijk. Voilà. Allemaal uh, te herbekijken en te herbeluisteren op uh, uw favoriete uh, podcastkanaal. Zeker doen. Tot de volgende keer. Bye, -bye.